nu uh, zo'n tien jaar bij Arcade en ik wil jullie graag even kort meenemen in onze uh, zoektocht naar uh, hoe wij uh, begonnen zijn met uh, het verduurzamen en het groener maken van uh, onze tuinen. Kijken. Um, nou, zoals ik al zei, een korte introductie. Uh, even iets vertellen over Arcade. Nou, waarom we met de, de tuinen aan de slag zijn gegaan. De kansen en de uitdagingen. Maar er zitten ook wat lessons learned bij aan het eind. En, uh, ho en hoe nu verder. Um, arcade, woningcorporatie. We zijn uh, uh, in twee gemeenten actief. Aan het westen, in het westen van Nederland. In de gemeente Westland. En de gemeente Den Haag. We hebben ongeveer zo'n uh, 9000 woningen. En als je op het kaartje ziet, ook uh, het grootste deel is uh, meer gezinswoningen, maar toch ook nog een aardig deel: uh, 340 één gezinswoningen. Um, en we ontwikkelen uh, nieuwe woningen. Op dit moment zijn er wat meer, hebben we wat woningen opgeleverd. Uh, dus we zitten nu op ongeveer 9500 woningen in totaal. Nou, waarvoor, uh, waarvoor doen we het? Uh, we hebben het, uh, de beelden denk ik de afgelopen dagen al gezien, uh, niet alleen in, uh, in Nederland, maar ook in uh, de rest van Europa. Grote uh, uh, ja, klimaatverandering heeft uh, invloed op, uh, op wat we doen met elkaar. En daar proberen we uh, een klein beetje ons steentje aan bij te dragen. Um, als je kijkt naar de, 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 de oorsprong van, uh, van ons beleid, wat we daarop hebben aangepast, dat ligt uh, in onze prestatieafspraken met, uh, met de provincie. Begin 2023 hebben we daar uh, tussen provincie, gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordiging uh, afspraken over gemaakt om uh, het beleid uh, wat steviger in te zetten. Uh, het doel was waterrobuust, hittebestendig en groen. Nou, daar konden we ons uh, best wel in vinden. De corporaties zijn een belangrijke partner. Uh, ongeveer 30% van uh, alle bestaande woningen in Zuid-Holland die... Uh, heeft iemand heeft zijn microfoon nog aanstaan, maar goed. Um, die, dat zijn sociale huurwoningen, dus we zijn inderdaad een belangrijke speler in het gebied. Um, het doel was om bestendig uh, afspraken te maken die ook zouden landen in de prestatieafspraken. Nou, we natuurlijk, uh, uh, het mooie was dat wij begin 2024 zowel met... De gemeente Den Haag als de gemeente Westland nieuwe prestatieafspraken moesten maken. Dus dat kwam heel mooi van pas. Nou ja, wat belangrijk was, is dat de projecten met elkaar afstemmen, dat we veel meer uh, um, overleg hebben met elkaar vooraf en uh, proberen om de koppelkansen te benutten. Nou ja, maar natuurlijk ook uh, wat voor ons belangrijk was om uh, alle risico's in kaart te brengen. En we zijn gestart met een pilotproject. Nou, belangrijk was, communiceer met elkaar over hitte en wateroverlast en over groen. En dat doen we in allerlei uh, uh, genia, uh, in huurdersoverleggen, in, uh, in afspraken die we met elkaar maken, maar ook in communicatie die we naar buiten doen. Um, nou ja, welke maatregelen zijn, uh, zijn het meest geschikt? Hè? Over in de goede tuinen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar er zijn nog wat meer uh, uh, smaken die je kunt toepassen. Uh, de Wadis, de, de grindkoffers of de infiltratiekratten. En voor wat grotere gebiedsontwikkelingen, eventueel ook nog regenputten en bufferblokken uh, die je kunt toepassen. Als eerste zijn we gestart in de gemeente Westland. Um, daar hebben we gekeken naar, um, naar eigenlijk een koppelkans die we hebben. Um, de 75-plussers, die vaak alleen wonen in wat, wat grotere woningen. En de buurten waar veel uh, hittestress is. En nu zie je eigenlijk het uh, pilot waar we begonnen zijn, is uh, linksboven. Ik, even met mijn muis. Dat is in dit gebied. Het gebied uh, Monster, waar ook de heide in ligt. Daar zijn we begonnen met, uh, met de eerste pilot. We hebben daar uh, gestart met een inventarisatie. Om te kijken van wat is groen en wat is uh, grijs, om het maar even te zeggen. Nou, gemeente Westland is een van de meest versteende gemeentes van uh, de hele regio. Dus dat dat gaf wel aan dat we daar nou ja, het, een flink wat werk te doen hebben. En nogmaals gestart in Te Heide. Um, Nou, ja, We hebben met de bewoners daar hebben we een informatieavond gehouden, informatie gedeeld, naar elkaar geluisterd, samen optrekken was het doel. En vanuit de resultaten van de pilot uh, hadden we aangegeven uh, om te evalueren en dat om te zetten in beleid. Communiceren en inzetten van tuinbeleid, dat waren onze belangrijkste uh, doelen voor die uh, bijeenkomst. Uh, dit is uh, een, 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 een screenshot ik zeggen, uit de prestatieafspraak die we met de gemeente Westland hebben gemaakt. Uh, heel concreet uh, wat we in 2030, 2040 en het einddoel naar 2050 moeten gaan realiseren. Uh, het doel is uh, in de achter, voor, voor en achtertuin minimaal 50% uh, groen. En de richtlijn ligt ergens tussen de 30 en 60 procent, afhankelijk van de grootte van de tuin. Uh, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Uh, nou ja, en als er verharding is, dat zo veel mogelijk aanbrengen uh, in, uh, zodat het water weg kan. En, en wij zetten ons uh, maximaal in hè, om via alle communicatiemiddelen die er zijn, om bewoners uh, te overtuigen. Nou, wij zitten niet meer in die overtuigingsmodus, maar meer in die samenwerkingsmodus om met elkaar te kijken van wat, wat kan wel en uh, in plaats van uh, om bewoners echt, echt te dwingen. En we zien ook uh, heel veel koppelkansen om, uh, om zaken mee te nemen gelijk. Nou, wat wij uh, in ons duurzaamheidsbeleid hebben wij uh, de ladder van koeling. We hebben dat zodanig opgenomen dat we eerst gaan kijken naar de koele, uh, de koele uh, omgeving. Voordat we andere maatregelen gaan, uh, gaan treffen. En die uh, nou ja, als dat uh, op een gegeven moment niet meer lukt. Dan gaan we naar, uh, naar warmteweren en eventueel passief koelen. En als echt alles, alles hebben geprobeerd om uh, te zorgen dat we het op een natuurlijke manier uh, kunnen doen. Dan kun je eventueel af en toe naar uh, actief koelen. Maar daar, daar proberen ze zoveel mogelijk van weg te blijven. Nou, op het laatste, wat, we, wat ons doel is, is dat onze woningen en tuinen zijn hittebestendig ingericht zijn. Onze woningen ondervinden geen schade door wateroverlast en droogte. En we werken nauw samen met gemeenten en huurders om onze woningen en buurten klimaatadaptief te maken. Uiteindelijk is dat het einddoel. Nou, hier een foto van uh, onze eerste pilot in uh, de woning in Ter Heide, samen met uh, bewoners. Steenbreek. Um, en de lokale ondernemers hebben we uh, de eerste pilot opgezet en zijn we gewoon aan de slag gegaan om bij een aantal bewoners die, uh, die daar voor open stonden of een aantal bewoners die aan ons aangeven van ik zou heel graag willen maar ik kan het zelf niet meer doen, ik ben te oud of ik heb daar gewoon niet de middelen en de mogelijkheden voor om, uh, om met die bewoners als eerste aan de slag te gaan. Nou, dat heeft zich als een soort uh, lopend vuurtje uitgebreid en we zijn om een aantal zaterdagmiddagen samen met de bewoners en een aantal hoveniers, mensen van de gemeente en Steenbreek aan de slag gegaan om hier uh, de eerste uh, zaadjes te planten, om het zo maar te zeggen. Nou, het Doel was om bewoners te adviseren en te helpen uh, en een aantal voorbeeldtuinen te maken. En vooral voor ons was het bedoeld om ervaring op te doen en van elkaar te leren. Nou, daarop hebben we het beleid uitgewerkt en breed uitgecommuniceerd. Nou, wat is dan het tuinbeleid? Door een koppeling te maken tussen ons bezit, we hebben al ons bezit gedigitaliseerd en hebben we via Cyclamedia, dus luchtfotografie, op een bepaalde manier kun je daar een groen grijs inzicht uit krijgen. En je kunt dan ook heel gedigitaliseerd kun je heel goed zien waar nou um, ja, je grootste probleem zit als het gaat om, uh, om groene en grijze tuinen. Nou, vanaf eind 2023 uh, voeren we dus bij elke mutatie um, het tuinbeleid in. Dus dat betekent dat bewoners ook uh, uh, vooraf een, uh, een groene tuin. Uh, uh, dus een woning met een groene tuin gaan huren. En daar ook dus voor tekenen. Uh, dat bij de huurovereenkomst uh, of als bewoners dat op eigen verzoek doen, dan uh, geldt dat ook. Dat zij uh, een allonge krijgen op de huurovereenkomst waarin ze tekenen voor, uh, voor die groene tuin. En dat ze die ook uh, zo houden. Nou, hier een aantal uh, voorbeelden hoe we, hoe we dat heel gewoon, heel pragmatisch hebben gedaan. Ik heb gewoon een tuin getekend met een aantal voorbeeldtuinen. De meest voorkomende tuinen uh, die hebben we uitgewerkt. Afspraak tussen de bewoner. Nou, Arcade levert bij mutatie die woning en de vergroene tuin op. Dan maakt daarbij de afspraak. Uh, we, we geven ook aan in de overeenkomst hoe ver de tuin onverhard en hoe ver die verhard is. En we zeggen daarbij dat het niet toegestaan is om meer verharding in de tuin aan te brengen. Minder mag altijd, maar meer niet. Uh, en we, we controleren dat. Uh, dat kunnen we doen door uh, inderdaad die beelden één keer per jaar uh, uh, te volgen. Uh, en We zijn, niet, uh, we zijn geen groen politie, dus we gaan niet bij elke bewoner aanbrengen op het moment dat er een aantal tegels weg zijn. Maar we gaan wel het gesprek aan met elkaar om te kijken van, ja, hoe kunnen we dat nou? Uh, hoe kunnen we nou van elkaar leren? Waarom is daar nou op een gegeven moment toch een verandering in aangebracht? En uh, nou ja, uiteindelijk, als mensen echt niet willen, ja, dan hebben we altijd nog de mogelijkheid om voor rekening uh, van, de, van de huurder dat weer terug te brengen in de staat zoals we het hebben opgeleverd. Nou, hoe nu verder? We hebben tot nu toe 280, uh, bij 280 nieuwe verhuuringen het tuinbeleid integraal onderdeel uh, gemaakt. Dus daar hebben bewoners ook echt voor getekend. En die hebben ook een uh, groene tuin opgeleverd gekregen bij hun woning. En soms ook wel bij een nieuwe woning. Uh, we hebben dat ook gedaan bij 40 bestaande uh, huurcontracten. Dus dat zijn bewoners die al woonden en die niet zijn verhuisd, maar die ook aangaven van goh. Ik zie bij mijn buren uh, dat, dat jullie goed aan de gang zijn. Ik zou zelf ook heel graag willen. Ik heb niet de mogelijkheden of ik, ik, heb niet, uh, ik ben wat ouder, dus ik, 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 ja, ik kan dat zelf niet meer doen. Dus kunnen jullie me daarbij helpen? Nou, ook daar hebben we dat uh, gedaan. Dus in totaal bijna meer dan 300 woningen nu uh, uh, aangepakt. De kosten um, ja, die variëren. Van 850 tot 1500 euro per tuin. Het hangt een beetje af van hoe die tuin aan ons opgeleverd wordt en um, ja, hoe groot de tuin ook is. En het doel is uh, uh, echt bewust om te stimuleren en niet alleen maar om te controleren. De controle die, die wij doen, die gaat, uh, dat, dat kunnen we nu gelukkig doen, door middel omdat al ons bezit ingescand is. We kunnen nu voor een heel groot deel digitaal doen, dus hoeven niet meer elke woning langs. Nou ja, um, er zijn natuurlijk ook wel wat dingen die, uh, uh, ja, waar we van geleerd hebben, die minder goed gaan. Ja, vaak krijgen we toch regelmatig de vraag om praktische redenen, omdat er toch meer stenen in mogen. Ik heb een kleine tuin, ik heb kinderen, ik vind het niet praktisch. Ik ben niet zo van de groene vingers. Nou ja, daar gaan we toch het gesprek aan. Omdat mensen krijgen van ons wel een groene tuin opgeleverd Maar goed, ja, iedereen heeft een bepaalde reden om toch... Uh, vast te houden aan hetgeen wat ze kennen, dus vaak die betegelde tuinen. Uh, om toch het gesprek aan te gaan en uh, mensen toch uh, nou ja, te stimuleren om zoveel mogelijk dat groen uh, uit te breiden en te behouden. Nou, veel van onze bewoners, uh, um, ja, die met name als je in de woning gaat opleveren, en uh, ze komen voor het eerst in hun nieuwe woning of hun Gemitteerde woning. Dan, dan hebben ze daar helemaal geen oren voor. Ze zijn alleen maar bezig met hoe kan ik mijn woning inrichten? Welke kleur verf moet er op de muur? Dus eh, we gaan na drie weken nog eens even langs om uh, nog even rustig met de bewoner te praten. Van goh, uh, ja, uh, dit, dit is ons, ons doel, ons beleid. Hoe, uh, hoe, hoe, er, ja, hoe ervaar je dat nu? Nou, stapje voor stapje. Hè. Soms zie je wel eens dat we, dat we soms zelfs twee stappen terug moeten om. Soms wel drie stappen weer vooruit te krijgen. Dus het is, uh, het, het is geduld hebben. Het is uh, zorgen dat je, dat je je beleid goed bestendigt. Dat je het voor iedereen ook duidelijk en transparant maakt. Um, en dat het dus ook niet uh, alleen maar gaat om uh, controle en regie. Ja, de grootste en de meest duurzame manier van veranderen is nog altijd vanuit de eigen intentie. Hè? Dus we hebben ook ambassadeurs nodig. Mensen die het leuk vinden om zelf met hun tuin. Aan de slag te gaan, nou ja, die belonen we ook door te zeggen: van nou, als je dat wil uh, en wij kunnen je daarbij helpen, dan krijg je van ons de middelen en de mogelijkheden om dat te doen. En die mensen die, uh, nou, die geven we ook een podium om uh, bij de volgende wijk waar we dat aan de slag gaan, om dat ook weer uh, in te zetten. Nou, de basis is gelegd, hè? Uh, we hebben de eerste paar de projecten gedaan, we hebben dat doorvertaald naar beleid. En um, nou ja, alle, in alle wijken van Westland gaan we dat nu. Langzamerhand stapje voor stapje door uh, 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 vertalen. En eigenlijk is ons doel om eigenlijk elk half jaar een wijk aan te pakken. En als een soort pilot uh, een aantal woningen echt te gaan vergroenen. Dat mensen ook zien van niet alleen bij mutatie, maar ook in bestaande woningen. kunnen we, uh, ja, kunnen we gebruik maken van het aanbod om, om onze tuinen te vergroenen. Nou, dit was eigenlijk in het kort uh, mijn presentatie. Um, ja, zijn er vragen? Ik ga even mijn scherm weer ontdelen. Dat praat wat makkelijker. Zo. Dan voel je je vooral vrij om de vraag hardop te stellen. Of de reactie. Ronald, uh, dankjewel uh, voor jouw uh, presentatie. Ik vind het leuk om. Uh... Te horen dat er woningcorporaties zijn die ermee aan de slag zijn om die kleine tuinen juist te vergroenen? Um, ik ben ook heel benieuwd van hoe zien jullie het, uh, het beheren. Hè? Want een tuin vergroenen is één, maar vervolgens moet het ook te beheren zijn, te onderhouden zijn. Uh, nou, net wat je zelf ook aangaf, mensen die weten vaak hey, die hebben niet veel gevoel bij. Hebben jullie daar uh, ideeën bij of hoe, hoe pak je dat aan? Ja, dat dat willen we eigenlijk doen door, uh, wat ik zeg, we hebben ons bezit opgedeeld in ongeveer uh, 17 uh, wijken en kernen. Door elke elk half jaar, uh, nou ja, zo'n uh, zo'n wijk uh, ja mee te nemen, ook aan te kondigen dat we daar uh, met de vergoedingsactie aan de slag gaan, dus dat we eigenlijk proberen een beetje te stimuleren dat je dat ze bij jou in de wijk, vlak in de buurt uh, actief zijn. Um, en dat mensen die dat willen, um, ja, bij ons uh, handige tips en trucs uh, kunnen krijgen. Om, uh, om toch een klein beetje meer um, ja, dat, dat groen in je vingers te krijgen. En dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Hè. Vaak zeggen, zeggen mensen: ja, planten dat is heel erg duur. Mm. Uh, en als je gewoon gaat uh, berekenen, en wij kunnen dat gewoon voor, als voorbeeld noemen: dat, uh, dat stenen is eigenlijk veel, veel duurder. En zeker op langere termijn. Uh, zijn planten veel, veel leuker en veel, uh, daar heb je veel meer lol van. Mm. Um, maar goed, je moet het wel zien, je moet het wel een keer, uh, een keer doen. En ja, door een aantal uh, ambassadeurs die we, uh, die we in het loop van het jaar nu uh, al hebben, ja, ook, uh, ook mee te nemen, aan het woord te laten, ook bij zo'n um, uh, zo buurtactie te betrekken, dat er, uh, dat er een soort van kruisbestuiving plaatsvindt. Ja, het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk altijd lastig. Hè? Mensen die echt niet willen, ja, die zullen niet uh, als eerste hun hand opsteken. En die zullen ja, in de loop der tijd misschien ook wel her en der toch stiekem um, ja, uh, de, 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 de tuin wat meer gaan verstenen. Omdat het praktisch uh, voor hun beter uitkomt. Uh, dat, dat kun je niet helemaal voorkomen. Hm. Maar goed, uh, we gaan wel het gesprek aan. Ja, mooi. Dank je wel. En is er een heel veel handjes uh, omhoog. Vreding? Of iets voor mensen die niet weten wat ze moeten doen, wat ze erin moeten zetten. Hebben jullie daar zelf bijvoorbeeld intern mensen die daarmee kunnen helpen? Of, of uh, zijn er van buitenaf partijen die jullie daarbij betrekken? Ja, wij uh, hebben een uh, vaste hovenier. We hebben eigenlijk twee, twee vaste hoveniers. Die nemen we altijd mee naar zo'n tuinactie. Dat zijn mensen die, uh, ja, die kunnen adviseren. Um, we zorgen ook dat we op zijn tuinactie uh, planten, aarde, zand, dat soort dingen uh, gewoon ook mee hebben. Daar, daar lichten we van tevoren iedereen over in: dat het op bepaalde plekken ligt, dat mensen daar gebruik van kunnen maken. En we gaan ook echt aan de slag met een aantal tuinen, dus ook fysiek uh, een aantal tuinen echt, uh, echt doen. Um, maar, maar juist die, die, die tips die, uh, die delen we via ons bewonersblad. Uh, dus als een uh, hovenier aan het woord is en uh, aangeeft van joh. Uh, Heel vaak wat we horen is dat er, ja, in mijn tuin groeit niks, want het is hier zand en het waait hier altijd. En we hebben hier zeewind. Dus uh, ja, alles gaat kapot. Nou ja, dan geeft hij gewoon tips over bepaalde planten die uh, hartstikke goed uh, gedijen in, uh, in grond uh, Of waar je ja, waar je als, je, als je niet zo handig bent, mijn tuinieren toch, uh, ja, toch maximaal rendement uh, uithaalt. En laat zien dat het op een hele laagdrempelige manier ook toch leuk is om te doen. Oh, precies, ja. ja. Er waren nog een paar handjes. Ik uh, had mijn handje opgestoken. Uh, ik ben van gemeente overbeten en ik vroeg me af um, op welke manier is de gemeente hier nu in betrokken. Ik zag het wel af en toe als partner voorbij komen, maar wat doet de gemeente hier concreet in? Zit die hier uh, alleen informerend in of bijvoorbeeld ook financieel? Daar was ik benieuwd naar. Nou ja, we hebben inderdaad wat je net zag, de, uh, uh, in de prestatieafspraken hebben we het ook uh, geborgd. Uh, de, de eerste zaadjes zijn geplant eigenlijk door uh, um, de gesprekken met de provincie uh, aan te gaan met meerdere gemeentes. Nou, Westland heeft als een van de eerste. Aangegeven dat zij uh, ja, ook uh, contact hebben met steenbreek. Dat mensen ook. Hè, dus ook, ook uh, uh, kopers die, die geen huurwoning hebben. Die, die ook hun stenen kunnen inleveren. Uh, dus, dus zij, zij nou, steunen uh, in dat geval uh, de, de actie. Daarnaast, op, op de, de dagen dat wij uh, met bewoners echt uh, in zo'n wijk actief zijn. dan vragen we de gemeente om uh, containers te plaatsen. Dus die. Uh, die dat zijn eigenlijk overzichtelijke bedragen die zij dan op die dagen doneren namens de gemeente. Om te zorgen dat uh, tuinafval en of, of andere zaken die uit de tuin komen. dat die op een goede manier afgevoerd kunnen worden. En dan zorgt de gemeente dat die containers op tijd weer opgehaald worden. En wij zorgen eigenlijk voor, um, ja, voor de tuinman en voor uh, zand en aarde. En uh, we spreken met lokale ondernemers af. Dat zij, uh, nou ja, dat is, gelukkig zitten we in het Westland, dus we zitten vlakbij, nou, vlakbij de bron. Uh, dus kunnen ook heel veel, met heel veel ondernemers kunnen we ook uh, afspraken maken over planten uh, en, en over, uh, over dat soort dingen. Dus uh, wat dat gaat, is een samenwerking. Maar gemeente zit wel altijd uh, als, als partner aan tafel, maar die heeft niet echt de rol dat zij op die dagen fysiek ook aanwezig zijn. Het zijn meer vanuit uh, de faciliterende hoek en uh, meer ook in de overeenstemming met, uh, met ons waar we die acties gaan houden. Dat zij uh, ja, bewoners informeren, dat ze uh, uh, ja, een bewonersavond organiseren, dat zij nogmaals die containers regelen. En, en goed, goed van tevoren uh, ja, even, even dat goed organiseren. Oké, okay, dankjewel. Nog meer handjes? Analouze nou, is nummer drie. Of... Ja. Rodelt, <laughs> oh, jou, hebben jouw collega's nog kennis nodig? Om hiermee uh, mee aan de gang te gaan? We hadden net al even dat je over inschakelt, Maar ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat jullie leggen ook bezoekjes af. Hebben jullie nog extra ja. kennis nodig? Ja, zeker. Uh, we, we hebben natuurlijk... Uh, ja, nogmaals, uh, we, de eerste pilot die we deden was echt om, om te leren. om, om te, Ook voor ons om... Heel veel dingen te leren. Dus, dus we, je, je merkt nu wel uh, ja, hoe je omgaat met, uh, met een stukje participatie. Hoe je omgaat met uh, ja, het, het, het op een voetstuk zetten van die ambassadeurs. En dat zijn wel dingen die we afgelopen uh, jaar, anderhalf jaar echt, uh, echt hebben moeten leren. Om te zorgen dat je op een andere manier uh, meer. Uh, we zijn vaak van. Dwingende dat ze uh, bewoner moet. En als ze op uh, woning opgeleverd worden, moeten ze allerlei dingen doen en moeten ze hun woning op een bepaalde manier opleveren. En terwijl dit, dit soort acties werkt alleen. Ja, als je ook, uh, als je ook iets komt brengen. He, dus je, je, je komt niet alleen uh, dingen halen, maar je brengt een stukje informatie, je brengt een stukje kennis. En je brengt een stukje saamhorigheid. En uh, ja, dat is uh, voornamelijk ook heel leuk. Waardoor bij de, bij de eerste actie ook, uh, ook Best wel veel vrijwilligers, vooral mensen uit het dorp zelf, die, uh, die, die best een mooie tuin hebben. maar die hadden iets van, joh, uh, hup, schouders eronder, hup met elkaar. Ja, dat, dat geeft gewoon heel veel, uh, heel veel dynamiek. Dus daar, daar waren we heel blij verrast over. Ja, mijn, mijn vraag ging ook over uh, hoe je collega's meeneemt. Uh, want wij zijn begonnen met tuinenbeleid. Maar ik merk dat collega's ook denken, jeetje, ik voldoen niet aan die percentages verhard, onverhard in mijn eigen tuin. Um, ja. Dus het levert best wel een reactie <laughs> op. Terwijl je ook graag wil dat uh, woonconsulenten en mensen die ander huurcontact hebben, ook uh, het verhaal uitdragen. Dus uh, ja, daar ging ik ook een beetje mijn vraag over. Ja, nee dat is, dat is terecht. Uh, um... Ja, um, ik moet zeggen, we zijn denk ik nog niet zo heel lang begonnen met, uh, um, ja, met echt uh, ons duurzaamheidsbeleid goed op de kaart te zetten. Um, ons geluk is wel is dat we de afgelopen tijd uh, flink zijn gegroeid. En daardoor uh, flink wat jonge collega's, nieuwe, nieuwe jonge collega's hebben uh, erbij hebben gekregen en met name ja mensen die al wat 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 langer in het in het proces zitten, ja die zie je wel eens tegenstribbelen, dus die van goh, moet ik dat toch uitleggen? Ik heb er zelf inderdaad wat jij zegt, ik heb zelf een, een versteende tuin en, en 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 opgroeiende kinderen, dus ja, ik heb het eigenlijk zelf ook niet zo goed voor elkaar. En met name die ja die wat jongeren die ja die hebben daar zoiets van, nou ik snap ik snap de beweging, ik snap de doelstelling. Stappen ook waar we naartoe willen. Um, en, en ja, dus die, die, zijn wat, die zijn er wat flexibeler in. En die vinden het ook leuk om, um, om met bewoners samen op, op bijvoorbeeld een zaterdagmiddag. Um, ja, schoon eens even lekker uh, wat anders te doen dan uh, alleen maar achter zijn PC zitten. Ja. Wat is uh, uh, voor uh, Arcade de grote trigger geweest om hiermee aan de slag te gaan? Uh, met name um, toen wij eigenlijk zagen dat um, als we kijken naar de hele regio en je kijkt ook naar bijvoorbeeld een stad als Den Haag, dan verwacht je niet dat Westland de meest versteende gemeente van, uh, van heel de regio is. Dat hadden we, daar hadden we, hadden we een ander beeld bij. Uh, misschien als je die kassen weghaalt, dan zou het een van de groenste gemeentes van, uh, van de regio zijn. Maar goed, we hebben heel veel kassen, dus heel veel glas, met daaronder weer heel veel groen, maar uiteindelijk. Um, is er heel weinig uh, groen waar, uh, waar bewoners uh, um, ja, van kunnen genieten, eigenlijk? En, en, en ja, dat vonden we best wel uh, een dingetje. Plus dat we zien dat wij zijn steeds meer een oudere huisvester we, we, zijn. Onze, onze, onze doelgroep uh, die wordt steeds ouder en uh, wat erbij komt, wordt ook steeds ouder. Dus je merkt wel. Dat we veel meer kwetsbare mensen hebben. En uh, ja, als je dat bij elkaar gaat optellen. en Je kijkt ook naar je eigen bezit. En we hebben heel veel bijgebouwd. Heel veel stenen toegevoegd. Maar eigenlijk uh, amper uh, in de afgelopen jaren echt uh, groen toegevoegd. Dus ja wij, wij keken een beetje in de spiegel. Dachten we van shit. Hier is best wel een, uh, een, een, een enorme uitdaging voor ons. En hier moeten we zelf ook um, een steentje in bijdragen. Want willen we bewoners meekrijgen. Dan zullen we zelf ook uh, uh, het goede voorbeeld moeten laten zien. Uh, dus nu bij, wat we dan vaak nu doen bij nieuwbouw: is dat, er, nou, dat we gelijk al um, uh, als we woningen met een tuin opleveren, dat die gelijk al weer uh, op een groene manier worden opgeleverd. Uh, dat we als we wooncomplexen hebben proberen we uh, om het wooncomplex heen uh, wat, wat bomen neer te zetten, wat groen neer te zetten. Dus langzamerhand is het besef gekomen, ook, uh, ook bij onze afdeling projectontwikkeling, ja, dat stenen toevoegen natuurlijk uh, hartstikke nodig is en, en, en voor de woningnood op te lossen uh, prima is, op het moment dat je echt naar een hele versteende um, uh, gemeente behoort, ja, dat je toch echt wel achter je oor moet krabben van uh, welke rol heb ik hierin? Dus als ik het goed begrijp, was het in feite de directie van Arcade die dat zelf belangrijk vindt? Of is het, was het ja. afhankelijk van één uh, enthousiaste in, uh, medewerker? Of nou ja, dat, dat staat je wel Is geplant, dat ingegeven omdat het moest van de gemeente Westland? Ik zeg maar wat geks. Hè? Nee, 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 nee. We, hebben, we, hebben dat inderdaad, uh, uh, we, we zijn samen tot de conclusie gekomen op basis van de data van dat, dat, dat de gemeente tot de meest versteende gemeentes van Nederland behoort. En ja, we, we voelden zelf en dat voelde de directie ook, maar ook de, de, degene die verantwoordelijk is voor duurzaamheidsbeleid, um, dat we hier echt een rol in hebben. We zijn daar gewoon samen ingestapt en we hebben de afdeling uh, verhuur, uh, sociaal beheer en eigenlijk alle afdelingen uh, onderhoud uh, hebben we hierbij betrokken. Om te zorgen dat we, ja, dat we met elkaar uh, die visie hadden en uh, toen bewoners geïnformeerd van kijk, dit is er aan de hand. En uh, ja, wij willen daar wat mee. Uh, dus het is echt wel een, een uh, gedragen concept. En wat zou je dan adviseren aan gemeenten die niet zo'n uh, uh, omgevingsbewuste uh, uh, corporatie in hun midden hebben? Um, nou ja, zorg, zorg dat je op basis van uh, de data en, en, en de risicokaarten. Want. Um, Elke corporatie moet binnenkort zo'n risicokaart hebben en daar ook op acteren. Dus wij moeten straks richting onze toezichthouder moeten we aan kunnen geven dat we risico's hebben in ons bezit. En dat geldt niet alleen funderingsrisico, maar dat zijn ook wateroverlast- en hittestressrisico's. En op het moment dat je die risico's in kaart hebt, moet je in je begroting kunnen aantonen dat je er wat mee gaat doen. Dus wij lopen eigenlijk al een beetje vooruit op de nieuwe wetgeving. Maar straks zullen alle uh, maatschappelijke organisaties zullen daarop aangesproken worden. En, en straks is dat uh, volgend jaar al? Of... Ja. Oké. Okay. Ja, volgend jaar wordt, uh, wordt door, de, door onze autoriteit al uh, gevraagd om daar waar je al risicokaarten hebt, om in je begroting te laten zien uh, ja, wanneer je daar uh, actie op gaat ondernemen. Ja. Helder, ik hoop dat ja. ik. Uh... De woningcorporatie bij ons in de gemeente. Ook zover kan ik zeggen? Of dat ik een ja, duwtje in de rug kan geven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja het is fijn dat het niet meer zo vrijblijvend is. Ja. Dat, het, dat het dus echt wel uh, iets is waar je als. Kijk, en we hebben we honderdduizend 100, 100 uh, uh, ambities die we moeten verwezenlijken. Dus dit zal de eentje zijn die bij heel veel corporaties niet op de, op de, eerste, op de eerste level ligt. Maar je kunt met vrij weinig inzet. Ik bedoel, uh, ja, wij, wij geven ongemiddeld ongeveer 1200 euro uit om een, als een tuin uh, om een tuin echt te vergroenen. Ja, dat, daar, daar kun je daar kun je van vinden wat je wil. Maar uiteindelijk is dat voor ons een relatief klein bedrag om een bewoner een een, een groene en en uh, een, ja, een duurzame start te, te geven bij een ja. bij een wooncarrière. Zie dan nog een handje. Ja, Ronald. Um, heb ik het goed begrepen dat het vooral gaat om achtertuinen, woningen? Uh, ja, dat is de, voor ons het, het, het eerste doel. Maar er zijn ook bewoners die hebben een voortuin. En in het Westland zijn er niet zo heel veel woningen met een voortuin. Is eenmaal de manier van bouwen is, uh, is iets anders. Dus we hebben wel woningen met een voortuin, maar daar geldt hetzelfde principe voor. Is dat we ook tussen de 30 en 60 procent. Uh, van die tuin ook uh, willen gaan vergroenen. En het mooie is vaak is dat we soms um, bij groot onderhouds ingrepen... Um, vaak die hele voortuin al uh, moeten, nou ja, op de schop moeten. We, we zijn bijvoorbeeld bezig met een warmtenet aanleggen in, uh, in, in, de, in Monster. En daarmee moeten ook alle voortuinen op de schop. Nou, is natuurlijk een prachtige kans om gelijk al uh, daarin uh, met bewoners uh, vooraf aan de slag te gaan van, hé, hey, uh, dit biedt kansen, wat zou je willen, hoe kunnen we je daarbij helpen? Uh, wat kun je van ons verwachten, wat kunnen we straks van jullie verwachten? Maar bij zo'n groot onderhoudsingreep uh, ja, daar is vaak 70%... van de bewoners die moet akkoord zijn en nemen ook gelijk dat tuinbeleid mee. Uh, dus uh, dingen zoals zonnepanelen, uh, uh, nou ja, hoe, hoe de woning zo meteen verduurzaamd gaat worden. Uh, daar zijn bewoners vaak al uh, wel over eens. Uh, maar ook die tuin, die, die komt zo meteen bij dat 70% instemming. En die kunnen we dan gelijk meenemen. Dus dan, uh, dan is het geen keus meer, maar is het is gewoon iets wat, uh, ja, wat je wel samen doet, maar wel waar je wel al afspraken over maakt aan de voorkant. Ja, ja Ik was zomaar nieuwsgierig, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Ik woon in uh, Zuid-Vlaanderen en hier is een. Um... Een hele kleine woningcorporatie in, uh, in de gemeente Hulst. En die um, daar zijn wel heel veel voortuinen bij de, bij de huurwoningen. En die kiezen ervoor om ook het beeld in de straat. Dus dan gaat het eigenlijk niet alleen over klimaatadaptatie en over begroening. maar ook over het straatbeeld. Uh, uh, om dat ook een beetje aantrekkelijker en vriendelijker te maken in, in, in de wijk. Om het beheer dus ook zelf uh, uit te voeren. Dus die hebben gewoon hoveniers ingehuurd. die in ja. zoveel tijd uh, de voortuintjes komen, komen onderhouden. En ja, dat is natuurlijk nog een extra. Ja, een uh, extra dimensie die je op die manier aan kan geven als je ook uh, veel voortuinen hebt bij, uh, bij huurwoningen. Ja, ja, dat is een hartstikke mooi idee. We hebben toevallig de, de omgekeerde uh, hebben we ook gedaan, dus waar, waar bewoners op een gegeven moment een gemeenschappelijke voortuin hadden voor meerdere woningen, waar eigenlijk ja, heel veel bewoners al een stukje van die voortuin voor zichzelf hadden ingepikt. Hebben we gezegd van nou, we willen dat straatbeeld willen we eenduidig maken. Dus uh, we, iedereen krijgt een deel van die tuin. Het enige nadeel is, je moet hem als bewoner wel zelf uh, gaan onderhouden. Uh, nou, een aantal bewoners die zeiden, ja, ik, ik, ik zit daarmee. Kan dat, kan dat niet zelf? Nou ja, daar hebben we een soort bewonerscollectief opgericht. Die dan uh, nou, ja, één keer in de zoveel tijd uh, al die tuinen onderhoudt. Daar hebben wij een stukje, doen we een stukje bijdrage in. Dat die mensen uh, goede spullen hebben, goed gereedschap, maar ook eventueel een neer kunnen inschakelen als het werk wat te zwaar wordt of wat, uh, wat te interactief. Nou, daarmee hebben we natuurlijk voor een heel groot deel uh, van die servicekosten hebben we kunnen schappen. En bewoners hebben nu uh, allemaal een eigen perceeltje uh, aan de voorkant. Maar wel met één, uh, ja, één duidend hekje en, en ook een eenduidige uitstraling. En dat, uh, ja, dat bevalt heel goed. Dus uh, ja, herkenbaar. Andere vragen nog? Ik vroeg me nog wel af. Wel, die vraag hadden wij namelijk intern ook eh, hierover. Um, je vaak al bij mutatie dan trek je zo'n tuin leeg, zeg maar, dan haal je die stenen eruit. Maar leveren jullie dan in de basis eigenlijk kaal op? Of geeft jullie bijvoorbeeld wel een soort menukaart voor bewoners, voor god tegen een bepaalde kleine prijs? Uh, leg er wel een, een groene basis in. Ja. Uh, hoe ja, ga je nou ja, daarmee ook? Nou ja, dat is eigenlijk een van de eerste dingen die we gelijk al in de eerste maanden um, ja, tegenkwamen. In eerste instantie dachten we van nou we leveren hem gewoon kaal op en dan halen we die stenen eruit en dan uh, gaan die bewoners die gaan echt aan de slag met planten. Nou, dat, uh, dat ging dus niet. Nou ja. Dus toen mm -hmm. nou hebben we het beleid gelijk uh, aangepast en we gezegd van dat gaan we niet doen. Dus we gaan wel die woning, we gaan wel die tuin leeg halen, zoveel mogelijk op een bepaalde manier inrichten. Dat bewoners daar nou ja, wel nog een terras en een tafel kunnen maken als het kan. En een pad naar de schuur. Maar voor de rest gaan we hem al gelijk groen inrichten. Dus we doen daar de borders, de aarde en een aantal planten die we standaard erin zetten. En we geven bewoners nog een aantal tips mee. Dat is een soort van nou, handout bij de huurovereenkomst. Van let op, uh, dit is je, je tuin. Je kunt het nog verder vergroenen. Dit zijn eventueel uh, leuke planten die je uh, er nog bij kan zitten. Uh, je kunt ze uh, via een goedkoop uh, gereduceerd tarief uh, bij ons aanschaffen. Je kunt ze ook zelf uh, uh, kopen. En als je hulp nodig hebt, nou, dan kun je altijd uh, met onze contact met onze hovenier opnemen. Uh, die is je altijd bereid om, uh, om eventjes, uh, als hij in de buurt is, even te kijken om te helpen. Nou, zo proberen we een beetje uh, dat, dat af te stemmen, maar we leveren dus echt een, een groene tuin al op. In het begin hebben we daar inderdaad de fout mee gemaakt door gewoon die stenen weg te halen, het zand uh, er laten liggen... en ja. gedacht hebben van, nou, dan gaan die bewoners wel aan de slag. Nou, die, die stenen... Maar dat gaan worden dus hem harde... sowieso niet. Ja, want nee, want die vraag nee. hadden we hier ook liggen intern en in onze twijfels Klopt. over. Um, ja. Maar dan weet ik nee, dat nee, dat dan in ieder geval we wel uit kan, kan sluiten. Ja, daar kwamen we snel achter. <laughs> dat moet je ja, niet precies. doen. En dan heb je dus gewoon eigenlijk in overleg met Hovenier... een, een, een standaard assortiment planten. Juist. Dan wordt gewoon een standaard indeling gemaakt... Ja. Ja. Eh, vaste planten in elkaar waar ze gewoon mee verder kunnen. Vaste planten, kunnen. een vaste een vaste prijsafspraak. Eh, dus, dus dan nou ja, we hebben bij hun ook gewoon de tuinen een beetje gemiddeld in beeld genomen. Van ja, de ene zul je wat uh, wat op winnen, de andere zul je misschien uh, wat op moeten toeleggen. Maar goed, als jij uh, voor ons werkt, dan nou, betekent dat je soms risico... Nou, kijk, en soms uh, als er echt een, 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 een hele bijzondere tuin is, nou, dan, dan krijgen we een, een, een extra nota. Maar goed, dat is dan ook uh, uh, voor ons uh, duidelijk. Precies. Helder? Ja, nog dat was ik volgens vragen? mij. Ja, ja, ik heb nog wel een vraagje. Um, je gaf aan dat, uh, dat jullie via de bewonersblad dan wel blijven communiceren met tips en dergelijke voor de tuinen. Uh, mm -hmm. Want inderdaad, als de tuinen opgeleverd zijn, uh, hoe houden jullie dan laat maar zeggen, nou ja, de seizoenen of de jaren bij wat de mensen in de tuin kunnen doen en hoe helpen jullie ze daarbij? Je zegt net wel, nou, geef een hand en ze kunnen um, contact opnemen met de hovenier. Um, hebben jullie daarin bijvoorbeeld ook of zien jullie daar kansen in om dat niet allemaal offline te doen, maar ook online in te zetten? Dus dat je mensen uh, nou ja, via een online uh, omgeving, laat maar zeggen, daarin mensen kan benaderen. Uh, denk jij dat jullie doelgroep dat uh, leuk vindt om te doen? Of hoe zie jij dat? Ja, dat is een hele goede vraag, want daar zijn we wel uh, over aan het nadenken om, om daar echt een soort platform te maken die mensen ook online kunnen uh, benaderen. Um, ja, we zijn dat nu een beetje aan het onderzoeken van okay. inderdaad, is dat de doelgroep die wij hebben, is dat dan juist degene die we één op één moeten benaderen of zijn dat dan juist mensen die uh, ook fijn vinden om online uh, dingen te doen? Ja, dus dat is nog wel uh, het, het vervolg. Dus het is wel heel interessant om, uh, om dit mee te nemen. En uh, ja, als we daar meer informatie over hebben, dan uh, kan ik je daar uh, zeker ook uh, verder over berichten. Maar tot nu toe uh, 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 hebben we dat nog wel vrij ja, bazaal uh, gehouden door die acties die we in de wijken doen. Dat dat een beetje de, de vliegmotor, uh, de aanjager moet zijn om, uh, om die vergroeningsacties te doen. Dan zien ze ja. ook echt ons in actie en we hadden wel ja. in het begin het idee van als we als we te veel uh, het op de achtergrond doen um, ja dan 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 worden we wel gezien van ja ja het is te, te lezen en te zien maar verder eerst doen ze niks dus um, ja uh, het is het is het is een beetje en en denk ik dat je moet doen dus je moet en in in de buurt met je handen uit de mouwen uh, echt actief zijn met uh, onze Arcadias aan uh, in, in de wijk. Ja. En je moet aan de andere kant moet je ook uh, zorgen dat voor diegenen die dat fijn vinden. En dat hebben we nu nog niet, om daar een soort uh, platform te maken. Ja, ja ik, ik ben zelf tuinontwerper. En ik heb dus een online platform waar mensen leren hoe je je eigen tuin kan ontwerpen. en hoe je daarover kan leren. Maar ik, ik ben inderdaad, zit nu bij een aantal woningcoöperaties. en om te kijken van: oké, okay, hoe kunnen we die mensen het beste bereiken? Dus ik was wel benieuwd hoe jullie dat doen. En of jullie daar al resultaat eventueel in hebben, hoe je dat dan doet. Ik geef nu al webinars en dat soort dingen. Um, maar ik was ja, benieuwd hoe jullie, daar, hoe jullie daar, laat maar zeggen, mee omgaan. En wat jullie ervaringen daarmee zijn. Uh, ja, ja tot, tot nu toe, toe ja, doen we het veel. gewoon. Nee, nog niet veel. En wat nee. we doen is echt um, ja, in de wijken actief zijn en zichtbaar zijn. En ja. zorgen dat we de, de, de komende... Het komende jaar twee activiteiten gaan plannen om, om in twee wijken echt aan de slag te gaan. Ja, leuk. Nou, Wat... ik vind het wel leuk om op de hoogte te blijven daarvan. Want ik denk dat het een, een goede kans is om veel meer te automatiseren. Dat het minder kost uiteindelijk natuurlijk. Want ja, uiteindelijk kosten al die mensen natuurlijk wel geld als je die, als je die qua ja. arbeid inzet. En daar kan je natuurlijk wel heel veel in automatiseren. Dus uh, leuk om ja. te volgen. Zeker. Zeker. Ja. Dank je wel. We zijn al een beetje doorheen, nee. maar we hebben eventueel nog ruimte voor één vraag. Nou, dat was een helder verhaal, denk ik, Ronald. Ja. Nou, dank wel, uh, dank jullie wel voor, uh, voor de reacties en, uh, en de leuke interactie en, uh, en uh, ja, de aanvullingen. Dus uh, zeker interessant. Nou, dank je wel voor de waardevolle informatie. Je kunnen wij zeker wat mee bij ons. Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Volgens mij, uh, <laughs> mij wordt, het, uh, wordt het seminar opgenomen. Hè? Of uh, wordt de bijeenkomst opgenomen. En uh, kunnen we de presentatie gewoon uh, doorsturen. Als jullie dat willen. Graag. Top. Ja, die is sowieso via ons YouTube kanaal terug te vinden. Maar naar iedereen die zich heeft ingeschreven. Zal ik hem ook nog even toemailen. Nou Ronald, super bedankt. En Graag gedaan. En dan wens ik iedereen nog een fijne middag. Ja. Dankjewel. Fijne dag nog. Ja. Dag.